Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. We zijn vandaag in Venrode, een pareltje naast de A2, Frans. Ja, absoluut. Hè. 88 hectare, mooi natuurgebied van Brabants landschap. En het is hier heerlijk wandelen. Zo in het voorjaar, in de lente, kun je mooi zien bij bijvoorbeeld de Douglas, dat is een klein struikje, wat er aangroeit per jaar. Want dit is dus helemaal vers, net in de lente groeit. En wat nou zo leuk is, ik breek een klein stukje vanaf, dan laat ik even ruiken. Ik moet ruiken. Heerlijk. Dennengeur, hè? Nou, dat is dus de echte dennengeur. Ja, lekker, ja. Nou ja, maar je hoort de vogels overal fluiten, dat is ook de lente. Want zeg maar de zomer, dan stoppen ze ermee. Want in de lente zijn ze nog volop aan het fluiten, want dan moeten ze hun territorium verdedigen. Mooi. En wat ze ook moeten doen, een mooi vrouwtje versieren. Kijk, dat hoort er allemaal bij. En dan moet je wel kunnen fluiten. En dan moet je goed kunnen fluiten, anders wordt het helemaal niks. Frans, ik vind dit zo mooi dat het gewoon lekker blijft liggen in de natuur. Want zo hoort het toch eigenlijk, hè? Ja, precies. Want dit is, hè, als je zo'n boom ziet liggen, hè, dat is een oude grove den. Ja. 50% van de biodiversiteit zit in dit soort zeg maar, oude, vermolmde boomdelen. En het leuke ervan is, als je ook zo'n stukje hout oppakt, het is nu heel zacht geworden. Maar er zitten overal gangetjes in. Ja. Er hebben in de winter allerlei beestjes in gezeten. Nou, en die zijn er nu weer uitgetrokken, want het is lente. Dan gaan ze dus op pad om te gaan paren of om zeg maar, iets op te eten. Maar hebben hier dan gescholen in de winterperiode en de lente komen ze allemaal eruit. Nou, mooi toch? Ja. Is het al herfst? Ja, dat zou je bijna zeggen, hè? Ja, nee, wat is dat dan? Nee, dit is geen herfst. Wat je hier dus ziet is wat eigenlijk dus te maken heeft met verdroging. Nu al? Want kijk, deze vuilboom, want het is een vuilboom. Eigenlijk heet die sporkenhout. Maar ze noemen een vuilboom. Ga ik daar wel eventjes uitleggen, heel kort. Wat hier gebeurt is dat hij te weinig water heeft. En hij verdampt heel veel omdat de zon af en toe ook flink aan het schijnen is. En wat doen die bomen dan? Dan stoten ze hun blaadjes af. Want hoe groter de oppervlakte is van het aantal bladeren, hoe meer water ze afstoten. En ze krijgen er niet genoeg bij, dus ze kunnen ze beter iets lossen. En wat doen ze dan? Dan trekken ze de levenskorrels, zo heet die groene korrels, levenskorrels, die trekken ze terug in de boom, zodat ze waarschijnlijk kunnen overleven. Dat is altijd een soort voorzorgsmaatregel. Aha. En waarom heet deze nou vuilboom? Deze heet vuilboom omdat hij ontvuilt. Hierin zit een zwaar laxeermiddel. Als je erop zit te bijten. En voorheen, dus de arbeiders voorheen, als ze dan wat gerommel voelden in hun maag, omdat er meer vlees in het vlees zat, dan moet je denken aan maaien en zo. Dan dachten ze, nou, dat willen we kwijt. Dus dan gingen ze op die twijgjes knauwen. En dan vloog ze het bos in en dan vloog het er achteruit, want dan waren ze weer vuil. En dan was het vuil gereinigd. Oh, wat leuk. Het en die staat gewoon in het bos? Die staat gewoon in het bos, ja, precies. En nog een vuilboom. Ja, en nog eentje. Nou, dan gaan we even naar de boorden van het ven. Ja. Dan loop ik even hier tussendoor. Hier tussendoor? Ja, dan ga ik hier tussendoor. Oh jee. Zo. Oh, wauw. Ja, en je voelt dan gelijk dat we een stuk naar beneden moeten lopen, hè? Ja, want normaal staat hier dus water, denk ik. Dus normaal staat het water tot die hoogte, hè? Dus voorheen. Dus je ziet al dat die vennen heel erg teruggetrokken zijn. Ja. En nou ja, wat dan verder het vervolg is, dat dus de waterlelies erin komen. Dit is een ven. En er moeten geen waterlelies in staan, want waterlelies zijn van voedselrijk water en vennen zijn van voedselarm water. Nou, daar staat een plantje, moerashertshooi. Dat hoort wel bij die vennen thuis.
De verdroging die zet door, want de vennen worden steeds minder waterrijk. Maar doordat er nog planten bij komen, ook nog eens een keer die de vennen van een grote slip voorzien, de watermassa wordt dan veel minder. Maar waar komen die waterlelies dan vandaan? Ja, die komen aan de poten van eenden mee, hè, het zaad. Maar ook wel eens mensen die het erin gooien, want die vingen waterlelies leuk. Hè. Denken dat er waterlelies bij vennen ingooien? Ja, hoor. Je gaat toch niet met je auto hier naartoe en dan nee, neem je... Nee, maar dan zaadbommetjes bij zich en die gooien dat dan in. Dat doen ze dan wel eens. Hè. Oh. Dat hebben we wel eens gezien, hoor. Okay. Maar het is vooral de vogels die het dan meenemen. En dan ja, wordt zo'n vent helemaal vervuld met waterlelies. Okay. Frans, het is nu al droog. Ja. Over 10 jaar is hier, als het zo doorgaat, hebben we dan nog een ven? Nou ja, dat is het grote probleem voor ven op dit moment. Ik hou mijn hart ook vast wat deze zomer gaat opleveren. Als het weer zo'n warm weer gaat worden, dan gaat het heel slecht met de vennen. En dan staat het daar waar nu die boomstam ligt. Dan zakt het heel ver weg. Ja. Ja? Bramen. Ja, inderdaad. Ja, de bloemen staan er nog aan, hè? Ja. Straks komen de braambessen en dan kun je heerlijk smullen. Lekker. Oh. En dit is een goed plekje. Heerlijk. Onthouden. Nou, er loopt echt een stuifkop op, hè? Dit is echt een hoogte in. Ja, alles opgewaaid, zand en ja. Afval. Nee, alleen maar zand. Alleen maar na het laatste ijszet is er weer opgeblazen. En later hebben we nog rove dennen geplaatst op dit stukje om stuifstand tegen te houden. Ik zie het, heel veel dennenappels. Ja, precies. Frans, ik hoor kikkers. Daar zit, ja, er zit hier een mooi plekje, is dat een plekje waar heel veel muggetjes zitten, daar zijn ze dol. En kijk, er is een springerentje, zag je hem? En de groene kikker, die maakt veel lawaai, omdat dus alles mooi begroeid is. En de bruine kikker, die komt nog vroeger in de lente, die zijn er zoal in, nou, begin maart, februari. Die hoor je bijna niet, want als ze veel lawaai maken, dan valt het op. Precies. Okay. En die groene, dat maakt niks uit. Mooi plekje hier, hoor. Zo. Zijn er brulkikkers dan? Of is nee. De brulkikkers die zitten hier niet. Die zitten alleen in vijvers? Nee, bijna ook niet. De brulkikkers die zitten vooral nog in België. Maar de groene kikkers die kunnen heel veel lawaai maken. Zeker als het de grote groene kikker is, die maakt het meeste lawaai. En die poolkikker die maakt iets minder lawaai. Maar als ze heel veel bij elkaar zitten, ja, dan is het heel veel lawaai. Maar vroeger noemden de mensen het basterdnachtegalen. Moet je dus nagaan. En nu beginnen mensen te klagen over kikkers. Dat is toch raar, hè? Heel raar. Dat vind ik toch zo raar. Ik vind het zo'n mooi voorjaarsgeluid. Mm-hmm. Oh, mooie libellen. Ja. Die is eitjes aan het zetten. Oh. Die is eitjes aan het zetten. Oh, wauw. Kijk, dat is een vrouwtje. Een vrouwtje libel. Oh. Die zet eitjes af. En wat veel dan? Ja, die hebben heel veel eitjes. Er zijn wel tientallen. Gewoon in het water? Ja, de libellen, larven leven in het water. Die grote libellen zetten eitjes zo af. En dan zijn er weer andere op andere manieren. En die drijven dan gewoon weg? En die zakken weg. En die, ja, die komen en zijn dan ze bij. Lekker kwijt? En zijn ze kwijt. En dan ja, leven ze 2 tot 4 jaar in het water. Die larven. En die en dat vrouwtje, hoe lang leeft die nog? Ja, dan niet veel langer meer. Nee? Insecten, volwassen insecten leven bijna nooit lang. Een maand en dan is het afgelopen. Die zijn dus 4 jaar onder water. Kan, ja. Om een maand boven water nog te leven. Ja, je kunt ook zeggen van wat je ziet aan volwassen diertjes, dat is een eigenlijk mooie eierverpakking. Meer is het ook niet. Een korte periode voortplanten en dan is het leven, zit vooral in het larvenstadium. En dat is bij alles, bij rupsen van vlinders is dat, bij larven van libellen is dat, bij larven van vliegen is dat. Oké. Okay. Allemaal hetzelfde. Oh, mooi Frans hier. Ja, dat zie je wel heel mooi, hè? Wauw. Prachtig fan. Ja, en dan, dat bedoel je, hè, al die waterlelies? Ja, dat is niet zo mooi. Nee, dat is heel veel vervelend. Want jij zei net, het is niet goed. En als ik goed begrepen heb, dan zakken die lelies op een gegeven moment naar de bodem. Die bladeren inderdaad. Die bladeren. En dat verrot, ja. Want er is hier niks wat het opeten of wegwerkt. Nee. Daarom mogen hier eigenlijk niet zoveel lelies staan. En dan komt die slip steeds hoger. En dan is er geen water meer op een gegeven moment. Ja. Och,
Mooi, hè? Een padje. Een padje. Is echt een jong padje van vorig jaar, denk ik. Zijn die groot trouwens? Die worden wel wat groter. Ja, wat zullen die worden? Een 10 centimeter. Toch? Ja, zoiets. Veel groter worden ze ook weer niet. Ah. Maar ja, die zitten nou zeg maar op zoek naar voedsel, zijn ze. Hè? En wat eten ze? Ja, vooral insecten. Insecteneters, hè? Muggen en allerlei kleine beestjes. Maar niet bij het water? Nee, 80% van hun leven van een gewone pad, want het is een gewone pad, is buiten het water. Maar 20% is in het water, dat is vooral in de voortplantingstijd. Okay. En nu zit ze in vochtige bos, hè. Kijk, en die gaat ook richting mos. Ja. En dus dan gaat hij in het mos gaat hij op zoek naar lekkere beestjes. En een pad, ziet hij, ruikt hij, hoort hij? Vooral reuk. Vooral reuk is het allerbelangrijkste. Ze zien ook wel wat, horen minimaal, maar vooral reuk. Hè. Ze ruiken ontzettend goed. En dan zijn ze zeg maar met een wat langere tong, dan pakken ze zo'n beetje op. Okay. En dan is het kostje geklaard. Nou, gaan we lekker het bos in. Gaan we lekker de mos toe. Kom. Hopla. Hopla. Iets doorlopen, want anders word je daar overlopen door alle wandelaars. Nou. Was hem weer, hè, Frans? Dat was hem weer, ja. Maar we zitten wel op een hele mooie grove den. Ja, en zie je nou die, als je hier opzij gaat, zie je die spiraalwerking. Ja, dat is het loopt helemaal zo, draait deze kant op. En dat is de reden waarom ze hem in de mijnen gebruiken, de steenkoolmijnen. Want dat was het waarschuwingsmiddel. Dan, als erop gedrukt werd door de grond die daarboven was, dan kraakt het. En als de druk harder werd, dan ging het nog harder kraken. En dan moest die mijnwerkers vluchten, want dan zou die gang instorten. Dus een waarschuwingsmiddel. Dus omdat hij draait, kraakt hij? Ja, want als een boom rechte structuur heeft, dan als je daarop duwt, dan kraakt dat niet. Maar op die draaiende spiraalstructuur, daar kraakt hij op. Wauw. Mooi, hè? Nou, ik vond het mooi. Ik vond het helemaal mooi. Fantastisch mooi gebied, Venrode. We hebben in ieder geval kuiveentjes gezien, we hebben futen gezien. Spechten en trouwens een heleboel kleine vliegjes, beestjes. Oh, maar er was iets tegen te doen. Dan moet je oftewel gagel pakken of dat die aanwas bij die Douglas die ik heb laten zien. Dat is een mooi geurtje. En als je over je gezicht heen smeert, dan heb je veel minder last van die beestjes. Ja, en daar kom je nou mee. Ja, oh, sorry hoor. Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar Boksel Natuurlijk. Tot de volgende uitzending. Waterlelies vandaan dan? Ja, aan de poten van mensen. Of van mensen. De poten van mensen. Dan vraag ik die vraag maar gewoon op.